beste mensen van Nederland, ik ben het, jullie minister-president. Populariteit is in Nederland steeds belangrijker geworden. Populariteit is zelfs zo belangrijk dat ik een nieuwe wet heb bedacht. Yeah! Yeah! Mijn nieuwe wet is dat iedereen een pasje krijgt. En daarop kun je punten verdienen. Als je je best doet om populair te worden, krijg je ook meer punten. De wereld wordt een stuk beter als we allemaal populair zijn. Dus willen wij meer of minder populaire mensen in Nederland? Meer! Meer, 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 meer. Dat dacht ik, mensen. Dus doe je best en ga ervoor. En maak Nederland great again. Ja, heel leuk zo'n populariteitspasje. Maar hoe werkt zo'n ding nu eigenlijk? Kijk, je hebt de populaire kinderen en je hebt de minder populaire kinderen. Volgens sommige ouders is populariteit te koop. Moet je kijken, we hebben een nieuwe fiets voor je gekocht. Oké. Dus als je veel spullen hebt, ben je populair. Hey, wat heb jij een leuke jas vandaag aan, zeg. En jij een coole trui. Hier krijg je 5 punten op je populariteitspasje. Ja, jij ook 5 punten. Populaire kinderen gaven elkaar veel punten voor op hun pasje. De minder populaire kinderen kregen nooit punten. Oh, die zijn echt super populair, dat wil ik ook. Ik ben jaloers. En als je minder populair bent, heeft het geen zin om elkaar punten te geven. Die punten zijn niks waard. Dus proberen ze punten te scoren bij de populaire kinderen. Oké, succes hè, zet hem op. We gaan het proberen. Poging 1. Wat doen jullie hier? Wij hebben nieuwe kleren. Zie je dit? Zie je dit? Gucci, Levi's, dat zijn nepmerken. Oh ja, je kon ook minpunten krijgen. Daar scoor je geen punten mee. Ja, allemaal minpunten. Is het voor jullie jongens? Oh, dan sta ik in de min. Dan ga je toch lekker naar de kneusjesklas. Ja, de kneusjesklas. Kneusjesklas! Kneusjesklas! Oh, ja, de kneusjesklas. Daar wilde echt niemand heen. Ik ken hem op. Het is groen en valt van de berg. Een slamine! Poging 2. Oh, dat weten wij ook nog wel een leuke. Dan loopt een kip tegen de muur. Tok! Had ik net genoeg punten voor de eliteklas, ben ik ze weer kwijt. Ik ben nu al bang voor de pasjescontrole. Ja, ik ook. Iedere ochtend was er geen pasjescontrole. Die bepaalde of je in de eliteklas of de kneusjesklas kwam. Goedemorgen. De eliteklas had een hele populaire juf. En de meester van de kneusjesklas was een beetje saai. De beveiliging lette goed op bij de pasjescontrole. Goedemorgen. Kneusjesklas. Oh man. Tja, je kwam niet zomaar in de eliteklas terecht. Volgende. Eliteklas. Yes. Volgende. Kneusjesklas. Eliteklas. Volgende. Kneusjesklas. Hey. Hey. Kom maar kinderen. Hossai. We gaan echt vette dingen doen, jongens. Yay! Ik ga mooi naar de eliteklas. Nee, nee, niet doen. We hebben een overloper. Kijk uit! Pak uit! Pak uit! Onderop! Jij gaat naar de kneusjesklas, jongen. Smijt hem hier maar neer in die kneusjesklas. Waar is die nog eens? Ja! Gaan we snel zitten. We zijn bijna begonnen met de rekenles. Oh, rekenen. Jippie. Gaan we nog wat leuks doen vandaag, meester? Ja, het is hier zo saai. Waarom heet dat jullie de kneusjesklas? Ja, alsof we minder zijn dan anderen. Ik vind jullie geen kneuzen. Jullie zijn mijn leerlingen. U bent zo saai. We doen alleen maar rekenen, taal en spelling. Ja, maar rekenen, taal en spelling zijn belangrijke vakken. Meester, mag ik naar de wc? Ja hoor, als je moet, dan moet je. Op weg naar de wc wilden ze kijken hoe het met de eliteklas was. Ik ben echt vet jaloers, het is daar veel leuker. Oh jongens, ze mogen daar gewoon selfies maken. Sst, we zijn rustig aan het werk. Oh, saai. Wat een trage computers, hè? Ja, in die andere klas hebben ze Chromebooks. We mogen blij zijn dat we kunnen computeren. Ja, maar ik zat toch liever in dat lokaal. Oh, ik wil ook. Ik heb een plan. Een jongen van de kneusjesklas heeft een plan om in de eliteklas terecht te komen. Hey pap, hey mam, ik ben thuis. Hoe was het op school? Heb je iets nieuws geleerd? Doei pap, doei mam. Hij heeft het toch ook altijd zo druk, hè? Hij ging zijn pasje hacken om zo in de eliteklas te komen. De volgende dag bij de pasjescontrole was het zover. Vandaag geen overlopers doorlaten. Ja! Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kneuzenklas. Succes, hè? Ja. Kijk, er komt er nog eentje voor de kneuzenklas. Die komt er bij ons niet door. Goedemorgen. Huh? Eliteklas? Jij? Jazeker. Het was hem gelukt. Hij zit in de eliteklas. Vandaag gaan we nog populairder worden. Pak je telefoons maar. Oké. Kom op jongens, maak een mooie selfie. Oké. Ik heb geen telefoon. Ik word best wel alleen. Huh? Nee. Je hebt je eigen telefoon nodig. Ja, maar die heb ik niet. Nou kom op jongens, selfie time. Oké. Huh? Kom op, enthousiasten. Je moet populair zijn. Kom nou. Ik dacht dat ze dit leuk zouden vinden. Nou, ik vind het best vermoeiend hoor. We gaan naar het winkelcentrum weer shoppen! Alweer, maar mijn punten zijn op. Nou, zijn je punten op? Nou, hier heb ik er nog een paar voor je. Het is helemaal niet zo leuk als het lijkt. Kom jongens, ga weer naar het winkelcentrum. Nee. Nou, het lijkt super leuk om populair te zijn. Maar eigenlijk is het hartstikke vermoeiend. Ik ga mooi naar mijn eigen klas. Eigenlijk is de kneusjesklas de enige klas die normaal is. Jongens, ik kom terug in jullie klas. Huh? Maar je zat toch in de eliteklas? Waarom kom je terug? Dat is allemaal nep, jongens. Populair zijn is helemaal niet leuk. Huh? Dat had ik niet gedacht. Jongens, maak je pasje kapot. We zijn allemaal vrij. De kinderen maken hun pasje stuk omdat deze populariteitskwestie grote onzin is. Wat maakt er nou uit? Zo, kunnen we dan nu verder met de les? Ja, en... we zijn gestopt. Ja, maar mocht je nou nog die bloopers willen zien, dat kan, die vind je hier. Mocht je een andere film willen zien van ons YouTube kanaal, daar. En anders kan je daar nog even abonneren als je het nog niet gedaan hebt.